avond allemaal. We wijken vanavond af van het programma dat we aangekondigd hebben in de omroepbladen. Het was de bedoeling om de film Vrouwen van Suriname uit te zenden, die door Cineclub Vrijheidsfilm gemaakt is voor de staatsgreep in Suriname vorig jaar. Bij nader inzien achter de icon de film achterhaald door de politieke gerichtheid daarvan tegen een bewind dat inmiddels verdwenen is. We zijn ons ervan bewust dat we daardoor aan de Surinaamse gemeenschap hier een aantal beelden onthouden die hun bijzonder aanspreken. Maar voor een algemeen publiek is het belangrijk dat het een indruk krijgt van Suriname zoals Suriname werkelijk vandaag is. De icon heeft de behoefte aan om dit besluit toe te lichten vanwege de publiciteit die is ontstaan door een kort geding dat aangespannen is door de makers van de film. De vicepresident van de rechtbank heeft inmiddels de icon in het gelijk gesteld tegenover de eisers. De positie van de vrouw in de Surinaamse gemeenschap, zowel in Suriname als hier, blijft natuurlijk onze aandacht houden en de icon zal in de programmering zeker aandacht besteden. Nu de film van vanavond. Die gaat over een land in de Sahel, waar men de natuur die er al zoveel rampen heeft veroorzaakt probeert te bedwingen. Het gaat er vooral om het waterprobleem op te lossen. Nu kun je dat op een grootscheepse manier doen door een enorme stuwdam, maar er zijn ook bescheidene manieren denkbaar. Beide manieren zijn door een Franse filmploeg bekeken in het West-Afrikaanse land Mali. Het is de bijdrage van de Franse televisie aan een co-productie van de Verenigde Naties over ontwikkelingssamenwerking.